Ja, ik zat net nog even te kijken naar die video waarin Willem van Hanegem, die schiet daar, schiet vol. Ja, dit was online. En ja, toen gingen mijn gedachten natuurlijk weer terug naar alles wat ik met Willem van Hanegem natuurlijk heb meegemaakt. En ja, soms had ik hem gewoon urenlang aan de telefoon. En dus soms tot laat in de avond. En dan zaten we over alles en nog wat te praten. En over voetbal en over Feyenoord en weet ik veel wat. Maar ook, hij waarschuwde mij toen al. Hij zei toen, let op, dat was in het begin van mijn carrière. En hij zei, jij gaat nu succesvol worden. Hij zei, en let op, jaloezie. Jij gaat heel veel jaloezie tegenkomen van mensen. En hij kreeg gelijk. Hij heeft gelijk gekregen van Hanegem. Maar dat niet alleen. Ik kon hem altijd interviewen. Willem van Hanegem stond altijd voor mij klaar. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Want ja, hij maakte mede mijn carrière toen als sportjournalist. En Willem had altijd leuke uitspraken. Willem was altijd geestig. Willem die gaf altijd een invalshoek die niemand had gezien. Dus het was altijd leuk om Willem te spreken. Maar Willem had natuurlijk ook hele rare kanten. Willem kon je ook zomaar laten zitten. Ja, ik kwam hier gewoon niet opdagen. Van Hanegem, nee hoor. En dan zat je uren of een halve dag en dan was hij het vergeten of het gezin of weet ik veel wat. En ik ben niet de enige hoor. Nee, er zijn veel meer mensen die op Van Hanegem hebben zitten wachten. En Willem kan ook zomaar uit het niks, kon die heel erg chagrijnig zijn. Heel vervelend. Die Willem, die ken ik ook, die heb ik ook wel eens gezien. En dan was hij narig. En strontvervelend. En dan was er geen land mee te bezeilen. En dan was Willem ook helemaal niet leuk. Maar in dat filmpje, daar hebben we ook de Van Hanegem gezien. Die Van Hanegem is, die Willem is. Ja, want hij schoot daar vol in dat filmpje. En dat ging dus over het geld. Ging over poen. Ging over dat Ronaldo zoveel geld verdiende. En hij vertelt daarin dat hij in een supermarkt was en daar stonden oude vrouwtjes. En die konden amper citroenen kopen en nog wat kopen en die hadden geen geld voor niks. En dat is nou precies wat Van Hanegem raakt. Altijd in zijn leven, want ik heb dat ook meegemaakt, want ook in zijn toptijd, toen hij goed verdiende, gaf hij alles weg. Geld gaf hij weg, maar ook dingen die hij had, schoenen, kleding. Als hij armoede om zich heen zag, dan gaf Willem gewoon alles weg. Geld interesseerde hem geen ene malle moer. En daarom zijn er mensen natuurlijk die denken van, als ze Willem nu zien volschieten, ja, dat zal wel gespeeld zijn, dat zal wel allemaal een beetje circus zijn. Nee, dat is ook Willem van Hanegem. En dat is de gouden kant van Willem van Hanegem. En hij kan dat gewoon niet verdragen. Hij kan er niet tegen dat zo ongelijk is tussen arm en rijk. En daarom, ja, en ik wil dat gewoon benadrukken. En Willem heeft gewoon een enorm gouden hart, vrienden. Ja. Hij is een echte Feyenoorder. Een Feyenoorder dat niet alleen gigantische legende voor Feyenoord, maar ook nog eens een keer een Feyenoorder met een heel groot hart.